De prijs van uien is niet gestegen, zegt minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. De bewindsvrouw zei woensdag aan journalisten dat de huidige prijsopdrijvingen voor uien onterecht zijn. Ik heb het gisteren ook op social media gezien en de prijs van uien is niet verhoogd. Laat me dat eerlijk zeggen. Het is niet verhoogd, dus als u ziet dat men misbruik maakt van de situatie, dan moet u even een melding doen op het ministerie van Economische Zaken. Ik zag op social media wel iets komen, maar ik zag het adres niet. Dus hierbij wil ik ook zeggen, als u meldingen doet, maakt niet uit waar, geef het adres door, zodat wij ook kunnen handelen. Ik check het ook, ik ben ook op social media en ik krijg ook informatie. Dus ik heb drie plekken, ik heb drie informaties gehad. De minister geeft aan dat ze al informatie heeft gehad uit de samenleving van winkels die aan prijsopdrijving doen. De Economische Controledienst zal controle doen in deze buurten. Er is geen reden. Er is geen reden. Er is geen schaarste. Dus als bepaalde winkels nog niet op tijd hun voorraad hebben gehad, dan wil dat niet zeggen dat één winkel hier misbruik ervan moet maken. En ik wil het volk zeggen, dan laat je het net daar. Kuldeep Singh zegt dat het volk niet moet meewerken aan het instand houden van onrecht. Uien zijn niet lang houdbaar en het zijn de handelaren die met de gebakken peren zullen zitten.